Nou zit je als club gisteren naar Elia te kijken. Ja, dat zeg denk je in de afloop, nou, dat is nou net wat we nodig hebben. Ja. Scheitig uit, man. Ja, die voorzet was fantastisch. Ja, oké, okay. Die voorzet. Maar waar gaat hij heen dan, die jongen? Geen idee. India. Maar die jongen heeft eigenlijk... Heeft die nou toch ook zijn Super League, of niet? Met 12 ja, maanden. Ja, maanden. Dat is toch vier hockey, maanden. Dat is toch hockey, hè? Nee, is 4 maanden. 4 maanden. Ja, maar Elia heeft eigenlijk zijn hele leven carrière al verkeerde keuzes gemaakt. Del Piero speelt daar, ja. Maar laat hij het even zelf uitleggen, dan komt hij. Als Jero Elia. Dat je ook begrijpt van alle kanten dat dit misschien wel de laatste keer is dat we jou kunnen interviewen hier in Nederland. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Je gaat vertrekken. En ik heb nog een contract voor een jaar, maar het is wel de bedoeling dat ik ga vertrekken. Ik heb in mezelf geïnvesteerd om naar Feyenoord te komen. En ik heb geluk gehad dat Martin van Geel en Gio in me geloven. En ik heb ze terugbetaald met kampioenschap en met hard werken en mooie dingen voor de club. En ik moet in mijn handen knijpen dat ze in mij hebben geloofd. En het is voor mij, het was mij... bedoeling om bij Feyenoord kampioen te worden en vanuit daaruit weer een mooie stap te maken. Ga je ons ook missen? Sowieso. Alleen Johan Derksen ga ik het meeste missen. Ik zal doorgeven aan hem. Heb je nog een boodschap voor hem afsluitend? Kampioen, jongen. Je kan zeggen wat je wilt. Deze ga je nooit meer van me afpakken. Kampioen. Ja, ik vind het... Het zegt heel veel, vind ik, over de personality van een speler. Als hij een Feyenoord-shirt aan heeft met dat mooie wapen en de sponsor die hem betaalt, dat hij dan geïnterviewd wordt en de shirt omgedraaid omdat hij de naam Elia belangrijker vindt. Dat vind ik al een ego waar het me tegen staat. Ik denk niet dat de sponsor van Feyenoord en Feyenoord hier blij mee is dat hij dat shirt... Het is ook bijna ziekelijk, alsof we niet weten dat hij Elia is. Maar we laten je gewoon even gaan nu, hè? Je fanatisme. Ben je klaar nu? Nou, ik zou nog wel even door willen sputteren, maar... Je bent op, hè? Het is leeg. Er is niet meer.